Goedemiddag. Het kunstwerk in het tijdperk van digitale recombineerbaarheid. Misschien vraagt u zich af, heeft dat iets met het thema vriendschap te maken? Nou ja, ik kan het enigszins geforceerd, kan ik het erbij halen. Vrienden worden met Mona Lisa. Ik wil vandaag met u vertrekken van een denker die de afgelopen jaren veel nieuwe belangstelling heeft gekregen, met name in nieuwe mediastudies, Walter Benjamin. Een Duitse filosoof die in de jaren 30 met name heeft geschreven. Joodse filosoof die gevlucht is voor de nazi's en zelfmoord heeft gepleegd op een bepaald moment toen hij gepakt werd met de Spaans-Franse grens. Die heeft een aantal essays geschreven die bijzonder profetisch zijn gebleken. En één daarvan is Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Het kunstwerk in het tijdperk van de technische reproduceerbaarheid. Dat essay wordt tegenwoordig heel vaak weer behandeld en besproken, omdat het zeer van toepassing zou zijn ook op de digitale media. En ik denk dat dat inderdaad zo is, alleen je kunt het niet onmiddellijk toepassen. Je moet eigenlijk doordenken met Benjamin. En dat wil ik vandaag aan u presenteren. Ik geef even een hele korte vooruitblik. Dan heeft u de kern van mijn betoog te pakken. Wat Benjamin doet in zijn essay is twee soorten kunstwerken tegenover elkaar stellen. Aan de ene kant het unieke oratische kunstwerk. Dat zijn kunstwerken waar er maar één van is. Denkt u aan een schilderij. Hè? Dat is uniek. Die heeft een speciale waarde. En die duidt Benjamin aan met cultwaarde. Hè? Waarom cult? Omdat er maar één is. Als je bijvoorbeeld de Mona Lisa wilt zien, moet je helemaal naar Parijs gaan, naar het Louvre. En dan kun je het echte, het origineel, de enige exemplaar kun je zien. Dus dat heeft een soort cultenstatus. Vanaf de 19e eeuw, zegt Benjamin, zijn kunstwerken echter steeds meer in het teken komen te staan van de mechanische reproductie. Met name de fotografie en de film zijn daar debet aan, maar ook tegenwoordig met de computer kun je zeggen is die reproduceerbaarheid is heel groot geworden. En dat soort kunstwerken, daar gaat het niet meer om de uniciteit, zegt Benjamin, maar veel meer om de tentoonstellingswaarde. Die beelden die worden gemaakt juist met het oog op reproductie en dat geeft hun een ander soort waarde. Nou, dat is een heel interessant thema wat een tegenstelling die Benjamin daarmee aankaart. Maar ik denk dat je die mechanische reproductie niet kunt toepassen zonder meer op het gebruik in de computer. Want daar reproduceer je niet alleen mechanisch, je doet daar ook nog iets anders, namelijk je gaat digitaal recombineren van bestaande elementen. En mijn stelling die ik ga verdedigen, die derde groep die ik nu ga bespreken, die vinden we dus niet bij Benjamin, maar dat is een die ik voordenkend op Benjamin vandaag aan u wil presenteren. En de waarde die daarmee verbonden is, is geen cultwaarde, geen tentoonstellingswaarde, maar wat ik noem manipulatiewaarde. Om u even, en dat is het einde van mijn korte inleiding, even een beeld te geven. We hebben hier de beroemde Mona Lisa van Leonardo da Vinci. Dat is een goed voorbeeld, dat zal ik vandaag nemen, van een uniek auratisch kunstwerk. Er is er maar één van en dat heeft een hele cultstatus gekregen. Nemen we daarentegen een Andy Warhol van Marilyn Monroe. Dat is een goed voorbeeld van een mechanisch gereproduceerd kunstwerk. Het bestaat in duizenden, zo niet miljoenen kopieën, is dat bekend. En een digitaal gerecombineerd kunstwerk, daar heb ik als voorbeeld van Eduard Kak, de Albafluor Rabbit. Dat is een konijn dat door genetische manipulatie groen fluoriserend is gemaakt. En dat is in 2000 tentoongesteld. Dat is een goed voorbeeld van een digitaal gerecombineerd kunstwerk. Goed, en ik zal aan het eind zal ik het toelichten met twee werken van een hedendaagse multimedia kunstenaar, Geert Mul. Dat is geen familie overigens, dus ik pleit hier niet voor familie, maar een Rotterdamse kunstenaar en VJ. En ik zal twee werken in de vorm van een kort filmpje zal ik aan u laten zien. Goed, we beginnen met even nog nader in te gaan op die tegenstelling van Benjamin. Benjamin zegt dat typerend voor dat kunstwerk wat uniek is, is dat het
eenmalig gebruikt hij in het Duits, dat het uniek is in ruimte en tijd. Er is er maar één exemplaar van in de tijd ooit gemaakt, maar één Mona Lisa, en die is ook maar op één specifieke plaats verkrijgbaar. En dat maakt dat zo'n schilderij een enorme cultuswaarde heeft. En dat duidt hij ook aan met het begrip aura. En het aura daarvan, dat is het cultische aspect van het kunstwerk. De eenmaligheid maakt ook dat het heel bijzonder is om zo'n eenmalig werk te hebben. Als je een kopie hebt waar er miljoenen van bestaan, dan heb je niet unieks in handen, maar heb je een werk waar er maar één van bestaat, dan heeft dat een specifiek aura. En in dat aura zit ook een stuk van de geschiedenis. Als je, stel dat je die Mona Lisa voor je ziet in het museum, je gaat daar naartoe, dan weet je ook dat schilderij heeft zowel in materieel opzicht is het uniek, want het is nog aangeraakt door Leonardo da Vinci zelf. En het heeft ook een hele eigen geschiedenis. Het is, je kunt nagaan in boeken over kunstgeschiedenis wie de eigenaar is geweest, in welke musea het heeft gehangen. Dat alles zit samengebald in dat unieke werk, zegt Benjamin. Hans-Georg Gadamer, een Duitse filosoof, heeft in 1979 aangeknopend bij Benjamin gezegd, ja, dat maakt het symbolische karakter eruit van een kunstwerk. Een symbool, daar zijn namelijk datgene waar het naar verwijst en de materiële drager daarvan, die zijn samengesmolten. Het is dus niet zo dat die Mona Lisa, dat je die eenvoudig zou kunnen reproduceren door het heel exact na te schilderen. Dat kun je natuurlijk wel doen, à la Van Meegeren. Maar daarmee heb je niet het origineel te pakken. De drager, de materiële drager en het beeld zijn samen één symbolische eenheid. Vandaar ook dat de vernieling van een kunstwerk wat uniek is, hier de beroemde vernietiging of beschadiging van Who is Afraid of Red, Yellow and Blue in het stedelijk een aantal decennia geleden. Als dat gebeurt, dan is een uniek kunstwerk is vernietigd. En net als bij een religieus symbool roept dat vaak heel veel agressie op. Bij mensen die van moderne kunst houden, die vonden dit bijna heiligschennis wanneer iemand dat doet. En dat komt door dat symbolische waarde, de betekenis in de materiële drager, en die zijn één. En dus net zo ook in de religieuze symbolen, als iemand een strijd tussen christenen en moslims bijvoorbeeld een kruis kapot slaat, dan is dat niet alleen een stukje hout wat je kapot slaat, maar ook de hele betekenis van het symbool heb je daarmee te pakken. Goed, dat aura, dat definieert Benjamin ook als een nabijheid, hoe ver die ook is. Of een verheid, hoe nabij die ook is. Een vreemde spanning zit ertussen. Je kunt denken aan een subliem gezicht zoals van een berg bijvoorbeeld. Dat is dichtbij, maar tegelijkertijd is daar een grote afstand. En datzelfde geldt voor zo'n uniek kunstwerk, zegt Benjamin. En waarom is dat zo? Omdat bij zo'n uniek kunstwerk, je staat er heel dichtbij. Nou, in het Louvre zit er dan wel een glasplaat tussen, maar je bent toch heel dicht bij dat schilderij. Maar tegelijkertijd is er een enorme afstand tot die historische oorsprong. Je bent er niet bij op het moment dat Leonardo da Vinci het aanraakt. Dus die hele geschiedenis zit erin. Je bent daar heel dichtbij. Dichter bij de geschiedenis kun je bijna niet komen. Je weet dat dit paneeltje door Leonardo da Vinci zelf is aangeraakt. En toch is er een enorme afstand. Nou, die spanning tussen nabijheid en afstand, dat is typisch voor zo'n auratisch kunstwerk. Achter wat we nu zien, zegt Benjamin, in de tijdperk van de reproduceerbaarheid, daar verdwijnt dat aura uit het kunstwerk. Kunstwerken die mechanisch gereproduceerd worden, die hebben geen cultuswaarde meer, die hebben geen aura meer. En dat wil zeggen, die Mona Lisa, je kunt hem nu ook als wallpaper op je mobiele telefoon laden. Daar zijn vele kopieën van. Dan heb je niet het idee, dat is heel iets anders dan de originele Mona Lisa in je kamer thuis hebben hangen. Je hebt hier een kopie van velen. En het is ook zo, in dat tijdperk van de technische reproduceerbaarheid, van de mechanische reproduceerbaarheid, zegt Benjamin, daar worden zaken ook al gemaakt met het oog op de reproduceerbaarheid. Als je een beeld gaat ontwerpen voor een poster of voor een foto of een billboard, dan ga je al kijken hoe het in de reproductie zich verhoudt. Het gaat niet om het origineel, het gaat juist om die reproducties. Die reproducties die moeten goed overkomen. En dat geldt ook, je zou dat ook, Benjamin trekt in zijn essay vaak ook lijnen naar de politiek. De jaren 30 schrijft hij dat met de opkomst van het fascisme in Duitsland.
En hij zegt, kijk, tegenwoordig is het zo dat een politicus, het gaat er niet meer om of hij in een één-op-één gesprek goed overkomt. Nee, een politicus tegenwoordig, die moet goed overkomen in de media. Het gaat ook daar niet meer om het aura van de politicus, hè, zijn unieke eenmaligheid. Nee, het gaat erom of hij in de mechanische reproductie goed overkomt. En Benjamin doet een hele profetische uitspraak. Hij zegt, er zal een tijd komen dat de politici voor de camera gekozen worden. Nou, ja, met Ronald Reagan zou je kunnen zeggen, is inderdaad een B-filmacteur, is president van de Verenigde Staten geworden. En waarom? Niet omdat het een briljant politicus was in alle opzichten, maar omdat hij wel heel goed overkwam in de media. Dus had een grote tentoonstellingswaarde. Goed, nou, iemand die daar natuurlijk ook als geen ander gebruik van heeft gemaakt is Andy Warhol geweest. Die heeft het kopiëren tot een hogere macht verheven, zou je kunnen zeggen. En daarbij gaat het ook om de tentoonstellingswaarde. En iemand als Marilyn Monroe is ook een prachtige icoon, omdat dat in die zin ook daarbij gaat het natuurlijk. De hele verschijning van Marilyn Monroe zelf is al een gereproduceerde waarde. En dat wordt dan nog een keer verdubbeld. Nu is het natuurlijk zo, de kachel moet ook branden en je ziet dat er allerlei trucs worden toegepast om natuurlijk toch iets van dat aura terug te geven. Bijvoorbeeld Andy Warhol gaat zijn litho signeren met zijn unieke eenmalige handtekening, waardoor dan de prijs ineens weer wel omhoog schiet. Maar in feite is dat een kunstmiddel, want de waarde zit niet in die handtekening in feite, maar in het beeld. Alleen, dat is een kunstmatige manier om er toch een financiële waarde aan te geven. Dus het kunstwerk, dat is ook nog een citaat uit het essay van Benjamin, is al op reproduceerbaarheid afgestemd. Goed, nu kun je daar wel iets op zeggen dat ook afbeeldingen, maar ik zal daar niet uitvoerig op ingaan. Een foto heeft dus vooral een tentoonstellingswaarde. Ook bij een foto kan natuurlijk, als die heel oud is en hij begint te vergelen, dat er ook iets auratisch krijgt. Want ook dat stukje papier van die foto heeft dan een hele geschiedenis gekregen. Dus het onderscheid tussen auratische, unieke werk en reproductie is niet absoluut. Het loopt soms wat in elkaar over. En dan, het is toch mooier natuurlijk om die oorspronkelijke foto te hebben dan de kopie. Dat is toch een unieker bezit, zou je kunnen zeggen. Maar voor de reproductie als zodanig, als vorm van kunstwerken maken, daar is het dus zo dat er een fundamenteel onderscheid is tussen een uniek eenmalig kunstwerk en een reproductie. Goed, dat wat betreft Benjamin en zijn onderscheiding. Nu over digitale recombinatie. Mijn stelling is dus dat bij digitale recombinatie dat daar niet precies hetzelfde aan de hand is als bij mechanische reproductie. En om dat in te zien moeten we heel kort even stilstaan bij het ABCD van ieder computergebruik. ABCD staat voor Add, Browse, Change, Destroy. Dat zijn in feite de vier basisoperaties van ieder computerprogramma. En dat is in feite, dat zijn de vier basiscombinaties van een database. Want bij een database kun je gegevens toevoegen. Je kunt door de gegevens browsen, kun je doorheen zoeken. Je kunt elementen in de database veranderen, change. En je kunt ook bepaalde elementen deleten en dan zijn ze weer weg. Dus add, browse, change en destroy, dat zijn de vier basisoperaties van de computer. En in SQL staat dat voor de commando's insert, select, update en delete. Nou, we kennen databases natuurlijk al heel lang. Een telefoonboek is al een voorbeeld van een database. Maar zo'n database is niet erg flexibel. Als er een adres bij komt of er gaat er een af of een adres verandert, dan moet je het hele boek opnieuw drukken. Dus dat is een niet erg gebruiksvriendelijke manier van database. Het wordt al iets gebruiksvriendelijker als je een kaartenbakje neemt. Want dan kun je makkelijk kaartjes toevoegen, kaartjes weghalen. Je kunt ook nog op de kaartjes schrijven om een adres te veranderen. Met de computer is dat allemaal nog een stuk sneller gegaan. Als je een eenvoudige spreadsheet neemt, dan kun je niet alleen keurig dat bijhouden. Dan heb je niet die slordige papieren kaartjes. En je hebt het keurig in één bestand staan. Maar je kunt ook heel makkelijk op allerlei manieren de informatie ordenen. Je kunt het op een naam doen, je kunt het op telefoonnummer doen, je kunt het op adres doen. Voor verschillende toepassingen, als je post wil versturen of je moet een telefoonnummer opzoeken, dan kun je dat telkens op een andere manier ordenen.
En die elektronische database, dat is mijn stelling. En die heeft in feite onze hele wereld veranderd. En is nog steeds bezig die te veranderen. De spreadsheet is in feite nog een vrij simpele vorm. Je ziet dat de afgelopen decennia steeds meer sophisticated databases zijn ontworpen. Eerst had je hele hiërarchische, dan begin je vanuit één categorie en dan deel je hem in. Vervolgens kreeg je de netwerkdatabase, ook een beetje waarop het internet gebaseerd is. En momenteel zijn vooral relationele databases, die zijn het meest populair. Want dat komt omdat je bij een relationele database kan de gebruiker in feite iedere denkbare relatie tussen de elementen zelf definiëren. En bij een hiërarchische doet de programmeur dat voor je en daar kun je niet van afwijken. Bij een netwerk is dat iets flexibeler, maar de relationele database, daar kan de gebruiker allerlei relaties leggen, ook waar de ontwerper nooit aan gedacht heeft. En dat maakt hem uitermate flexibel. Web 2.0 toepassingen maken daar heel veel gebruik van. Maar mijn stelling is dat het veel verder gaat dan de media. Ja, er is een beroemde uitspraak van de psycholoog Abraham Maslow. Die zegt, for those who only have a hammer, everything becomes a nail. En als je alleen maar een hamer hebt, wordt alles een spijker. Mijn stelling is, in een wereld waar de computer het belangrijkste instrument wordt, daar wordt alles een database. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de wereld van het web zelf, het geldt ook voor de realiteit. We maken van alles een database. En je kunt naar het internet gaan, je kunt je eigen chocola samenstellen. Je kiest uit de database de ingrediënten en dan wordt vervolgens de chocola wordt naar je toegestuurd. Of je Nike's schoenen, je gaat naar de website, je kiest je eigen design, je eigen kleur en je laat hem opsturen. Of je eigen tasje kun je ontwerpen, je eigen print, je kunt het uploaden, je eigen afbeeldingen en het wordt op de tas geprint. Je kunt naar de dealer gaan om een auto te kopen. Nou, die auto die wordt niet van tevoren gemaakt meer tegenwoordig meestal, maar de dealer toetst het in op zijn computer en op het moment dat hij enter indrukt en je hebt gekozen wat voor motor wil je, wat voor kleur, wat voor autoradio, wat voor navigatiesysteem, drukt hij op enter en dan gaat hij ergens ver weg in de fabriek. Wordt die auto individueel, mask customization zoals het heet, voor je klaargemaakt. En dat is niet alleen voor dode dingen, voor dode artefacten. Ook biologen hebben dit principe ontdekt. In feite genetische manipulatie, zoals we die nu kennen, gebeurt op dezelfde manier. Je gaat eerst de genen inscannen in de computer en vervolgens ga je op een leuke manier die recombineren. En dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou we maken een muis met een oor daaraan, dat is wel aardig. Of wat Katz deed, die zei, nou we kunnen ook bij elkaar samplen een konijn en daar doen we wat genen bij van groene algen die licht geven en dan krijgen we een lichtgevend groen konijn. Nu, dat is het idee van recombineren van digitale elementen. Nou is dat niet helemaal nieuw, dat gebeurde natuurlijk ook in het verleden al. En bijvoorbeeld Duchamp, die had al een aardig idee om de Mona Lisa te voorzien van een snorretje en een sikje. En in feite deed hij ook al bestaande elementen nemen en daar een element aan toepassen. Maar aan toevoegen. Maar dat was natuurlijk, dat was handwerk. En door de computer kunnen wij dit massaal op, kan iedereen dat doen. Hè? Iedereen wordt een recombinator die zijn werkelijkheid in elkaar kan zetten. En als je ook nog denkt dat we over een aantal jaren misschien ook een 3D-printer allemaal op ons bureau hebben. En dan kun je ook die voorwerpen, design your own flower of maak je eigen huisdier en print het vervolgens uit. Ja, dat is een idee. En dan kun je zeggen, ja, dat is science fiction. Maar in feite ook het idee om een personal printer te hebben thuis en een eigen computer, dat werd 30, 40 jaar geleden ook als verslagen fictie afgedaan. En toen waren computers iets wat in hele grote bedrijven stond. Nu is biotechnologie nog iets wat in hele grote bedrijven gebeurt. En het kost het heel erg duur. Althans, dat kan het al. Je kunt op je laptop via het internet voor een paar cent per stuk kun je al genen bestellen. En je kunt een DNA synthesizer, dus die daar een organisme van maakt, kun je op de tweedehands markt in Amerika voor $1000 al kopen. En het heeft ook een hele gevaarlijke kant. Ik zeg niet dat het allemaal een mooie wereld is, want de terrorist zou bijvoorbeeld ook de Asian Highways met Spaanse Griek kunnen reconstrueren en uitvinden. En een computervirus krijgt dan straks een hele andere betekenis over. Als je dan iemand, stel je stuurt iemand een computervirus per e-mail en dat wordt dan uitgeprint op zijn DNA-printer. Dat
Dat is toch al gevaarlijk. Wat betekent dat voor de kunsten? Je zou kunnen zeggen dat... En nu komen we toch ook het thema vriendschap nog even. Ik zeg vriendschap maken met Mona Lisa. Je krijgt dat het hele onderscheid tussen de producent en de consument, dat gaat vervagen hierdoor. En een mooi voorbeeld is... deze hier. Mega Mona Lisa bijvoorbeeld, dat is een website. Daar kun je een afbeelding van Mona Lisa kun je downloaden en die kun je vervolgens zelf bewerken en uploaden naar de website, naar de server. En daar staan enkele tienduizenden Mona Lisa's op dit moment. Dus iedereen maakt zijn eigen Mona Lisa en plaatst die erbij. En er zijn ook wedstrijden, kun je raten welke Mona Lisa je het mooiste vindt en dergelijke. En je ziet daar dat producent en consument zijn eigenlijk samengesmolten tot één gestalte. Goed, ik wil nog even ook de link leggen naar de politiek. Want dat deed Benjamin ook. Benjamin zei in de tijd van de mechanische reproduceerbaarheid, wordt het voor politieke macht uit te oefenen, wordt het van belang dat je heel goed met de tentoonstelling zou hebben. Hoe komt de politicus over in de media? En in de jaren 30 waren we daarna in de Nationaal Socialisten in Duitsland, waren we heel goed in. Hè? De Liefgestel, geweldige filmsten, die hebben gemiddeld ingezet om het Nationaal Socialisme te verkopen. En niet alleen wisten ze dat heel mooi te anseneren, maar omdat het reproduceren was, kon je die films overal in Duitsland gelijk laten zien. En dat was een zeer effectieve manier om de boodschap van het Nationaal Socialisme te verkondigen. Mijn stelling is dat in de tijd van de digitale reconfigurerbaarheid wordt politiek vooral een kwestie van manipulatie. Want de waarde die nu centraal staat is niet de cultwaarde, de publiciteit, is ook niet de tentoonstellingswaarde, is de manipulatiewaarde. Degene die de recombinatie beheerst, die heeft het feit over de politieke macht. Ik ging nog even naar de politiek. Je zou kunnen zeggen, Ronald Reagan was misschien wel de laatste president die het vooral moest hebben van zijn tentoonstellingswaarde. Dat was iemand die deed het goed voor de camera, kon als humor, kon op een humoristische wijze moeilijke vragen afwimpelen en was daardoor heel erg populair. Hè? Just an American guy, hè, was een hele populaire president. Nou, Bush die moest het niet meer echt hebben van zijn tentoonstellingswaarde. En bij Bush zie je dat die manipulatiewaarde al enorm groot werd. Bijvoorbeeld de Weapons of Mass Destruction. Hè, dat beeld wat geschapen werd, dat wat manipulatie had gegeven. En hier heel eenvoudig, een beeldmanipulatie in die zin dat Colin Powell bij de Verenigde Naties al liet zien hoe precies die Weapons of Mass Destruction eruit zagen. Dat was gewoon bij elkaar. In elkaar, digitaal bij elkaar gesampled, die beelden. En het hele beeld wat geschapen werd van Irak en wat daar plaatsvond, was in feite een gevolg van een bepaalde manipulatie. Waar ze zeer succesvol de wereldbevolking achter zich kregen. Ja, ik ben bijna aan mijn eind ook. Dat is een, zou je kunnen zeggen, een angstig beeld dat je zegt: ja, is het wel zo fijn, die digitale reconciliatie? Maar zoals iedere technologie kan het op meerdere wijze worden toegepast. Ook Obama was een president die die boodschap heel goed begrepen had. En zijn campagne in 2008, ik was toen in Amerika, toen een half jaar om daar te doseren. Maar dat was echt heel erg knap hoe de nieuwe media, sociale media, werd ingezet door Obama om zijn boodschap van hope en change te kunnen verkopen. En wat heel knap was, was ook hoe hij de manipulatiewaarde gebruikte. Want door heel persoonlijk te kunnen recombineren per stemmen, zeg maar, kon hij zich aan de ene bevolkingsgroep vormen als min of meer blank. Terwijl bijvoorbeeld bij zwarte Amerikanen hij zich vooral presenteerde als een zwarte president. Hij was bij progressieven was hij change, dat was heel goed verandering, dat vond de progressieven mooi. En bij de conservatieven werd er gestemd van back to the old American dream. De Amerikaanse droom, dat iedereen rijk kan worden. En dat sprak conservatieven weer aan. Dus op een hele slimme manier kreeg iedere groep toe, kreeg zijn eigen boodschap. Dankzij de sociale media en de vele vrienden van Obama die daarmee hielpen. Hij gaf doseren aan de University of Michigan en heel veel studenten die daar hadden, waren allemaal negatief in de campagne van Obama. Dus met relatief weinig geld is die enorm efficiënte campagne op te zetten. Goed.
Wat interessant is, is dat, en hier ga ik mee besluiten. Geert Mulder, ik zal daarmee eindigen. Ik vind dat een heel goed voorbeeld van een kunstenaar die doorheeft wat hij daarin doet met dit medium. En ook dat je ziet dat, dat is ook iets wat bij hem in, hè, wat als een kunstvorm begint, kan vaak heel andere toepassingen krijgen. Geert Mulder werd gevraagd in 2007 om voor het Fotomuseum in Rotterdam een eenmalige installatie te maken. En dus je zou tentoonsteld worden voor een aantal maanden. Wat Geert Mulder deed, hij vroeg aan het museum alle 70.000 op dat moment gebied dat ze foto's van het museum, want die foto's gebied waar die 70.000 waren beschikbaar, en die stopte die allemaal in de database. En toen maakte hij 4 terminals en een enorm groot scherm. Dus je ziet het scherm staat in het fotomuseum. En wat hij vervolgens deed, die vier terminals bestonden in feite uit één handel die ik ontdekte en het werk heette Who, What, When, Where. Je kon met iedere handel kon je één van de parameters voor je klappen. Dus bij het wat kon je bijvoorbeeld zeggen, nou, kon je langs de subject, de onderwerpen gaan, kon je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik wil foto's van bloemen, of ik wil foto's van Andy Warhol, of van Mona Lisa. Met where kon je aangeven waar de foto gemaakt moest worden, met when, het moment van de foto, en zo kon je met who, what, when, where, kon je bij je eigen curator van het museum eigenlijk. En dat was zo'n enorm succes, die ook door de vrijheid van de interface, zoals ook veel meer dat bekend is mee, dat was zo'n succes dat de fotomuseum zei, dit moet gewoon permanent hier komen, dit is gewoon big interface voor het museum van dit. En waarom is het zo succesvol? Dankzij de manipulatiewaarde. De bezoeker hoeft niet te wachten op wat de curator voor hem beslist, maar de bezoeker wordt zijn eigen curator in feite. Ik laat even een kort fragment zien van een film die hierover gemaakt is. Die duurt 1 minuut ongeveer en dan heb ik nog 1 minuut over zelfs. Kijk, hier ziet u, vooral kinderen vonden het ook vreselijk leuk. Die wilden iedere dag terug naar het museum. Kijk, hier zijn in feite 4 simpele terminals met een hendel en een knop waar je je keuze kunt vastleggen. Kijk, hier heb je Ed van Elsken. Hier wordt 1 fotograaf. De naam wordt gekozen. En dan zie je, en dan kun je ook nog met de hendel kun je inzoomen en uitzoomen op de fotocollectie van Elsken. En werkt op echt een hele fascinerende manier. Als je ze heel klein maakt, lijkt bijna of je een soort door het kosmos heen gaat. Je zoomt dan in op. Goed, dat was het, dames en heren. Hartelijk dank voor de belangstelling.